Van 10 juni tot 22 juni voert de provincie Zuid-Holland werkzaamheden uit aan de N218 tussen de Polderweg in Geervliet en de Verdouwenhoek in Heenvliet. Dit onderhoud omvat de verwijdering van het oude asfalt, het opnieuw asfalteren van de weg, het aanbrengen van nieuwe beleiding en het installeren van nieuwe lussen voor de verkeerslichten in de weg. De werkzaamheden vinden plaats in twee fases van vijf nachten. Van 10 juni tot 15 juni en van 17 juni tot 22 juni. Tijdens de afsluitingen worden omleidingsroutes ingesteld voor het doorgaande verkeer. Bromfietsers en scooters kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van het fietspad.